De agro-coöperatie Wi Uma Fustranang heeft het project Versterking van Vrouwelijk Ondernemerschap in Brokopondo, Wanika Sipalibini en Marowijne gisteren officieel gelanceerd. De aftrap vond plaats op het Misahoi strand in het district Brokopondo. Onder grote belangstelling van de plaatselijke gemeenschap en diverse hoogwaardigheidsbekleders is het project gelanceerd door president Desi Bouterse. Het programma is geschreven door Wi Uma Fustranang en heeft als voornaamste doel het verbeteren van het levensonderhoud van gemeenschappen in het binnenland. Een voorwaarde daarbij is dat vrouwen de voortouw hebben. De totale kosten van dit project bedragen iets meer dan $500.000, die gefinancierd wordt door de IDB met middelen van het Japanse fonds JPO. Binnen niet al te lange tijd moeten de mensen onder meer cassavepap en andere cassaveproducten van hoge kwaliteit produceren. Het project duurt ongeveer 3 jaar. Daarbij zullen boeren goed getraind worden, zodat zij aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen. LVV-minister Suresh Algu juicht het initiatief toe. Hij is ervan overtuigd dat dit project een grote impact zal hebben op het leven van de mensen in het binnenland. Toen ik met mevrouw Tanya sprak, zei van, cassavemeel hebben we nodig. Met ik Tanya, shoot, alle begeleiding, training, wil je geven. Is ons plicht. Terwijl we op de ambtenaren, die soort ministerie, en van gemeenschap en actie, we moeten het doen, omdat de regering een pijl in salaris. Dat betekent, de man moet hebben, de man moet contacten van dit noden, dat noden. Eén van moet de man kiezen salaris, dat betekent, de man moet produceren, de man moet trainen, de man. En wie deed dat zo, hoe die alle training, begeleiding, samen aan wie om ons ranang. Zodat het project is, kan we morgen varen. We hebben geloof, we hebben belief in dit project. President Kassaba na wang voor dit project. Maar er zijn ook andere, Podosini, Asai. Tanya Liwasu, trekker van het project, zegt dat het met veel moeite van de grond is gekomen. Ze onderstreept dat geen enkele vrouw uitgesloten moet worden. We kunnen bij de mogelijkheid. Maar nu. Nanga a project is en we poten trafasi kapitein. No was je suma one broko. Want this ano play. This ano suma training. Alleen te you de actief in de agrarische sector. Yo ma volg de training. Want mi takik ba abra driari mo nodig de uitvoersoor sa de do. En misschien 2 jaar, want deze heet je. Want pingi ja 2 jaar, ze gaat 2 jaar na 2 jaar. Maar 700 oma's mannen, jouw doel. Dus, we roken naar de. En we sluiten no one's uit. We sluiten no one's uit. Maak dat duidelijk. Tanya Liu Ashu, voorzitter van Agro-coöperatie Wi Uma Fustranang, zei het gisteren samen met anderen het project Versterking van Vrouwelijk Ondernemerschap in Brokopondo, Wanika Sipalibini en Marowijne officieel gelanceerd.